Ik ben kinder- en diabetesverpleegkundige en ik coach het team van de provincie Groningen. Ja, wij vinden het geweldig dat jullie hier naar Zwolle zijn gekomen en dat PEC Zwolle hun stadion beschikbaar stelt voor de eerste editie van de Diabetescup. Het Nederlands kampioenschap voetbal voor kinderen met diabetes. Het is ook wel bijzonder, omdat je speelt ook met kinderen die dezelfde ziekte hebben als jij. Het is wel leuk dat het georganiseerd is voor kinderen met diabetes. Want dan kunnen we samen ook voor de wedstrijd checken en kunnen we ook overleggen hoeveel je moet prikken. We hebben vandaag een fantastische dag. Als je diabetes hebt en je gaat sporten, dan gaat je bloedsuiker naar beneden. Stress zorgt weer dat hij een beetje omhoog gaat. Warmte zorgt weer dat hij naar beneden gaat. En voeding dat hij weer omhoog gaat. Dus het is echt wel puzzelen vandaag. Het is niet alleen een heel leuk toernooi, denk ik, maar ook een hele moeilijke opgave om vandaag je bloedsuiker stabiel te houden.